Hallo allemaal, welkom weer op mijn kanaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb dus weer een Action Shop log met een aantal leuke cadeau-ideeën. Bijvoorbeeld voor Sinterklaas, wat er snel aankomt, of kerst, of een verjaardag, want er zijn ook altijd weer mensen jarig in december. Ik had een aantal ook verjaardagen en afscheidje van een collega en daar kocht ik wat leuke dingetjes voor. En ik dacht, oh, dat laat ik jullie zien als ja, cadeau-idee. Dus ik ga snel beginnen, want het is best wel heel wat. Als eerste kocht ik weer een aantal items om op te sturen als ik iets verkoop. En als eerste zijn dat deze sticky notes. Die zijn echt super leuk. Zijn 69 cent per stuk, of voor dat hele dingetje, niet per stuk natuurlijk, maar voor al de sticky notes bij elkaar. En ja, er zitten gewoon hele leuke, grappige sticky notes in waar je een kleine ja, attentie op kan schrijven. Wat ik altijd doe als ik dat verkoop, schrijf ik altijd even bij van heel veel plezier ermee. Een rol tape, want ik tape heel vaak mijn enveloppen dicht. En die is 69 cent ook. En dan zitten er 5 van die luchtkussen enveloppen in. En volgens mij kosten die ook 70 cent, maar dat weet ik niet zeker. Ik had ook wat schoencadeautjes voor de kinderen. En als eerste kocht ik deze klei voor Hugo. Er zitten 2 potjes klei heen, een groene en een paarse. En die kost 1,49. En dan voor Vera deze Hello Kitty haarspeldjes. Want haar haar wordt al langer. En ik dacht, het is wel leuk om te proberen of ze wat van die speldjes in kan. En deze kostte 59 cent. En dan nog 2 zakjes met lekkere chocolademunten. Ook lekker voor in de schoen. Kostte 55 cent per zakje. En dan kocht ik nog een cadeautje voor Hugo voor met Sinterklaas zelf. En dit is nog een set van Play-Doh. Hij is echt heel erg dol op kleien. En hier kan je allemaal slingertjes mee maken in allerlei vormpjes met sterretjes, met hartjes. En dat vond ik wel echt heel erg leuk, een soort pasta slierte. En die kostte 4,99. Dus dat is echt voor 5 euro een heel leuk cadeautje voor een kind tussen de, ja, wat zal het zijn, 3 en 10 jaar denk ik dat ze dat wel leuk vinden. En dan heb ik een hele mooie make-up set gekocht van Max & More voor 5,79 euro. En die kocht ik eigenlijk voor een kindje van een vriendinnetje van mij. Die was jarig, alleen helaas voelde ik me toen niet lekker, dus ik kon er niet heen. Maar ik bewaar hem wel voor haar. Dus als ik haar de volgende keer zie, krijgt ze hem alsnog. En dit zit er allemaal in. En ja, zij houdt wel heel erg van make-up, dus dat is natuurlijk super leuk. Er zit gewoon echt van alles in. Nagellakjes, lippenstiften, mascara, oogpotloodjes, poeders, oogschaduws. Dus super leuk ja, setje. Dan kocht ik nog wat random dingetjes. Dit is een nieuwe tandenborstel voor Vera. Die kostte 85 cent van Colgate. Dan deze elastiekjes. Die zag ik, die spiraal elastiekjes. En ik dacht, ja, daar heb ik wel goede dingen over gehoord. En dat het goed blijft zitten in je haar. En ik heb af en toe dat het halverwege de dag, als ik een staart heb, dat het een beetje uitzakt. Dus ik dacht, misschien zijn deze elastiekjes beter. En deze spiraal elastiekjes kosten 69 cent. En er zitten er 5 verschillende in. En dan kocht ik ook nog deze C-plaatjes. Die kosten 89 cent. Er zitten 50 velletjes in. En die kan je dus meenemen voor onderweg voor je handen te wassen. En deze heeft appelgeur. En dat vond ik gewoon ook heel lekker, appelgeur. Dus ik dacht, dat is handig voor in mijn tas. Ik vind het altijd heel irritant als ik ergens mijn handen wil wassen en de zeep is op. Dus dan heb je altijd zo'n blaadje, kan je eruit pakken. En dan kan je even lekker je handen wassen. Binnenkort neem ik afscheid van een collega, wel uit een ander team. Dus niet uit mijn eigen team, maar uit een ander team. En ik wil haar gewoon een kleinigheidje meegeven. En dan kan je onwijs leuk bij de Action kijken. En ik kocht deze spulletjes voor haar. Ik ga het nog even inpakken. En als het kan, als ik niet vergeet, ga ik dat nog even filmen. Want dan doe ik nog even mooi cellofaan eromheen, pier en leuk inpakken. Ik kocht als eerste dit leuke dienblaadje. Die kost 1,19 euro. Dan een leuke kaarsenhouder met een beetje gehaakt stofje eromheen. Kost 79 cent. En dan 2 leuke Boeddha beeldjes. En die kosten 44 cent per stuk. En dan doe ik nog een lekker pakje groene thee in. Bio, organic thee. En zij is wel een beetje van de bio en de organic en gezonde levensstijl. Dus ik dacht, nou, dat is denk ik wel aan haar besteed in groene thee. En die kostte 89 cent. En dan doe ik hier nog gewoon even een vaccinelichtje in. Dan pak ik het leuk in. En dan heb ik gewoon een heel erg leuk cadeautje. Oh ja, en als ik het dan nog heb ingepakt, zag ik nog deze leuke hangertjes in de vorm van een bloem. Ook met wat kant erop. Die kostte 85 cent. En die doe ik dan bovenop met het cellofaan, zeg maar. Dan heb ik dus voor 3,65 euro bij elkaar gewoon een heel leuk klein presentje. Dus dat kan ook prima voor de kleine portemonnee. Daar hoef je geen tientallen euro's aan uit te geven. En dat is gewoon een heel leuk attent ja, dingetje, vind ik. Dus super leuk. Ja, ik hoop ook dat ze er blij mee is. Ik moest even opstaan, want ik had ook nog sloffen gekocht voor Hugo en mij. Dus waarschijnlijk zit ik nu weer iets anders in beeld. Maar ik moest er even bij pakken.
Dit zijn mijn sloffen van de Action 599. Ik heb ze al aangehad, ze zijn heerlijk, lekker warm. En ja, ik was echt even weer toe aan sloffen, want ik vond de grond erg koud aanvoelen. Voor Hugo nam ik deze superleuke tijgersloffen mee. Deze kosten €3,99 en zijn ook lekker warm. En ja, hij vindt ze echt heel grappig. Echt super cute vind ik ze. En helaas hadden ze ze niet in de volwassen maat. Dat was wel jammer, anders had ik ook gewoon deze gekocht, denk ik. Nou, dit waren al mijn spulletjes weer die ik bij de Action heb gekocht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ook met kleine cadeau-ideeën erbij voor eventueel Sinterklaas, kerst of een verjaardag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je wil, kan je je abonneren op mijn kanaal. Dat vind ik hartstikke leuk. En ik doe ook rond Sinterklaas een leuke winactie. Dus stay tuned en ik zie jullie graag in de volgende video. Doeg!